Vlasman in de Balkan heette tentoonstelling in de voormalige koffiebar Old School. Dat Belgrado voelt echt als een soort oude jas die je aandoet. Het voelt zo geweldig. Dus ja, ik voelde me heel erg thuis ook. En dit is eigenlijk zo'n ravelrand. Zeker het Servië waar ik kwam is eigenlijk heel onbekend hier in Nederland. En altijd een soort van de vijand. En ik vond de taal ook echt prachtig. Vanaf de eerste dag hoorde ik die taal en ik dacht, wat geweldig. Dat hele zangerige en je weet natuurlijk niet wat ze zeggen. Dus eigenlijk alles is mooi. Astrid die mailde mij en die zei, ik wil graag een expositie hebben, maar ik wil niet dat mijn werk een soort van los aan de muur hangt zonder context. Ik wil wel graag dat mensen kunnen meekijken wat ik heb gezien. Je kan hier eigenlijk gewoon je wanen op de Balkan. Dus dat is eigenlijk het leukste. Je gaat even echt op reis naar de Balkan. Je ziet eigenlijk wat ik gezien heb in mijn reis die ik vorig jaar gemaakt heb. Vooral straatbeelden. En je kan hier mijn atelier bekijken. Daar zit ik nu in. En toen hebben we een paar keer erover gehad. En over het beeld zelf gehad. Dus over hoe zo'n straat eruit ziet. Of wat voor sfeer het is. Hoe druk het is. Hoe je je voelt. En daarmee heb ik een soort plan gemaakt van hoe zo'n straat er dan uit moet zien. Ook qua vloer of de grond. Dat er heel veel graffiti is. Dat je altijd denkt dat er auto's aankomen. Ik heb me gedompeld in die steden, in Tirana, in Belgrado en in Sofia. En heb gekeken naar de mensen en gewoon me begeven in die stad en heel veel gewandeld. Ik wil graag dat mensen binnenkomen en niet direct snappen waar ze nou precies beland zijn. Of niet precies snappen wat er op de muur staat. En dat je daar moeite voor moet doen om dat dan te kunnen plaatsen. Net als dat Astrid dat ook moest doen daar, omdat je de taal niet snapt, het schrift niet kan lezen. Het is dat is heel anders daar. Het is inderdaad een gelaagdheid die je hier in de tentoonstelling ziet, qua geluid en een beeld en allerlei prikkels in de straat. En dat zie je ook weer terug in mijn schilderijen, die gemaakt zijn van papier. Dus eigenlijk alles wat ik maak is laagjes papier over elkaar heen. En ik heb daar ook papier voor gebruikt, die ik daar ter plekke gevonden heb. En van de muur gescheurd. En dan grijpt dat weer in elkaar. Dus als je deze Balkan bezoekt, dan zie je ook waarom ik die schilderijen maak zoals ik ze maak. Ze zaten er alleen maar hier op te richten, dus dan mis je het even. Hiervoor heb ik wel heel vaak meegedacht met mensen die bij ons exposeerden. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat ik echt een rol heb in het bouwen en het uitdenken en het concept bedenken. Maar koffiebar annex galerie Old School in de oude vorm komt niet meer terug. We hebben na 5 jaar bedacht dat we eigenlijk ook ons eigen werk weer wilden oppakken. Dus nu gaan we het gebouw wat meer voor ons eigen werk gebruiken. Dus ik denk dat er een aantal exposities zullen zijn dit jaar. Maar dan meer met ons werk dan met andermans werk. Maar niet meer elke week en niet meer elke maand. En de koffiebar is echt dicht. De koffie is er echt niet meer, nee. De tentoonstelling Vlasman in de Balkan van de kunstenares Astrid Vlasman is nog een paar dagen te bekijken in de voormalige Old School tegenover de Pieterskerk in Leiden.